Hartelijk welkom allemaal, heel fijn dat jullie te zijn. Hier in het nieuwe Luxor Theater bij de castpresentatie van West Side Story, die hier over een klein jaar in première gaat. Wij zijn vandaag in het Luxor in Rotterdam. En we zijn hier voor de perspresentatie van West Side Story. Waarvan ik nu al weet dat ik helemaal excited ga zijn, is op het moment dat we dit voor de eerste keer met het orkest gaan zingen. Dan word ik gewoon helemaal gek. Ik verheug me het meest op de groepsnummers. Die vond ik echt in de film en in de musical echt fantastisch. Dus daar kijk ik echt het meest naar uit eigenlijk. Dames en heren, de hoofdrolspelers van West Side Story. Yes! Als het orkest de muziek inzet en de jets opkomen, wat overgaat in de jetsong. Dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. Het zet zo de toon van die voorstellingen, van de dynamiek bij de jets. Ja, eigenlijk is ieder nummer in deze voorstelling een soort showstopper. Ten eerste is het onderdeel van een heel iconisch stuk natuurlijk. Tony is een Pools-Ierse jongeman die heel intuïtief is, dus keuzes maakt op basis van zijn intuïtie, van zijn gevoel. En echt een idealist is. En hij was altijd de leider van de Jets. West Side Story is een heel romantisch en passievol verhaal. Het gaat ook over rivaliserende bendes in Amerika. Het gaat over racisme, over immigratieproblemen, sociale ongelijkheid. Dus dat maakt het verhaal helaas heel relevant en ook heel aangrijpend. Maar terwijl al die shitzooi eigenlijk aan de gang is, is er één ding dat overeind blijft en dat is liefde. Het is toch een stukje Latijns-Amerikaanse representatie die ik op jonge leeftijd heb mogen krijgen. Ik ben zelf Latijns-Amerikaans, dus dat is wel heel erg veel waarde voor mij. Vanaf november 2025. De première is in november 2025. November 2025.